Nou, ik zit inmiddels weer in de auto. Onderweg naar een onweersbuitje. Die gaat onder Drachten doortrekken, zoals het lijkt. Dus maar even kijken of we daar wat mooie shots voor kunnen maken. Net als vorige keer is Melle inmiddels ook onderweg. En we zitten nu even te zoeken naar een plekje waar we mooi kunnen staan. En waar we vrij zicht hebben op de kant waar de buien vandaan komen. Wij staan inmiddels langs de N381. We staan parallel en we hebben een mooi plekje kunnen vinden. Wij zijn Melle en ik weer. En achter mij zie je de bui die eraan zit te komen. Je ziet steeds meer tekeningen in de lucht komen. Dus we gaan even kijken als die dichterbij komt of er dan nog wat onweer in zit. We staan inmiddels klaar. Melle heeft net zijn onweerstrigger ingesteld. Dus mocht het gaan flitsen, dan reageert de camera automatisch. Die van mij die doet het helaas alleen in het donker, dus ik moet even gaan focussen op de luchten. Maar overal om ons heen zie je de wolken. Overal om ons heen zie je wolken. Ja, ja. Mooie wolken ook. Dat hoort er ook nog bij. De trekrichting is inmiddels iets noordelijker van de bui. Dus we gaan even verplaatsen. En dan even kijken of we ergens anders kunnen onderscheppen. Hij is nog wel steeds actief. We hebben in ieder geval drie mooie flitsen kunnen zien van de vier. Dus dan hopen dat we er daar meer kunnen zien. Nou, wij rijden inmiddels op de N31 in de richting van Leeuwarden. We gaan even kijken hoe ver noord we moeten om een beetje bij de bui in de buurt te komen, maar buiten de regenzone te blijven. We zien het verderop al behoorlijk regenen. Dus we gaan even een mooi plekje zoeken. We staan nu parallel aan de N31. En achter mij zie je de bui waar we achteraan zaten. Hopen dat het droog blijft hier, maar... we hebben wel een heel mooi plekje hier. Ik hoop dat je ondanks de wind... Er zit overal om... ons heen nu dus. Hij zit boven Leeuwarden al, maar hij zit ook hier. Oh ja. Deer, wij staan hier ergens, hè? Maar joh, we staan zo meteen staat er vol in. Like that. Nou, we hebben een goede flits gezien hier. Goede rommel gehoord. Ik hoop dat die ook te horen was op de camera, want het waait behoorlijk. Zoals het nu lijkt, gaat het toch wel wat over ons heen trekken. Ja, het is wel... het is een heel mooi buitje weer vandaag. Nou, het begint hier steeds harder te regenen. Dus... wij gaan weer inpakken. De bui is inmiddels achter ons al verder getrokken en spreidt ook steeds verder uit. Dus vaak een teken dat hij niet heel lang meer actief gaat blijven. Nou, voordat het helemaal gaat losbarsten, zal ik de camera opbergen. Iedereen weer bedankt voor het kijken. Mocht je een leuk filmpje vinden, dan druk even op de like-knop. En graag tot de volgende keer.